Voor degene die ze niet kennen, stel je even voor. Ik ben Tarek Liashat, ik ben 22 jaar, kom uit Rotterdam, Oude Noorden. Ik ben Niles Bonnies, ook 22 jaar, ik kom uit Den Haag. Welke gym kom jij uit? Vos Gym. Vos Gym, ken je dan. Perfect, ronde 1 tot en met 3. Normaal gesproken moeten we altijd naar het publiek gaan en de een zegt dit en de een zegt dat. Wij gaan gewoon naar de bron toe, punt uit. Huh? We gaan onze gevoelens op tafel zetten. Hier en daar. Wat, ik vond het voor mezelf als een kijker een hele technische partij. Ik was samen ook met mijn maat aan het kijken. Ik zag hey, mooie ontwijkingen, mooie trappen, dingen werden mooi doorgehaald. Hoe ging de eerste ronde volgens jou? Ik moest echt inkomen, want de tweede ronde moest ik ook inkomen. Ik was weer even wennen. En voor de rest, ja man, ik moest echt even wennen. Ik kwam er niet lekker in te zitten, man. Eerlijk is eerlijk. Had je verwacht dat de winst naar jou toe zou gaan? Ik had eerder gedacht onbeslist, man. Ik ga niet eens weer of zo. Ik dacht onbeslist en dan een extra ronde. Maar ja, zo zie je maar. Je weet het, man. Jij bent aan de beurt. Wat gebeurt? Mijn kant is sowieso kan hij niet bepalen wie de winnaar is. Zeker. Dat is eerlijk gezegd ook al voelt hij zich een winnaar of geen winnaar. Ja. Uiteindelijk bepaalt de jury. Zeker. Wat ik vond ook niet een van de beste duidelijke partijen voor mij. Ja. Maar als je mijn gevoel vond ik uit mijn gevoel dat ik voor stond. Ja. Nou, dit is een jongen, is gewoon een goede jongen. Dat zie ik ook uit de uitstraling van hem. Ja. Dus ja, ik heb gewoon respect voor hem of hij hem gewoon heeft verloren. Ja. In ieder geval, we hebben er al bij gestaan. Zeker weten. En dat hoort een beetje en bij, dat is toch? Het mooiste, moet toch? Zeker. Winnen, verliezen. Ik denk dat jullie allebei veel huiswerk hebben. Ja, man. Zeker. Gewoon om mee te werken van, hey, damn shit, dit kan strakken, dit. Tuurlijk, elke wedstrijd is een huiswerk. Ja, je kan fouten maken. Als je geen fouten maakt, broer, je weet toch? Dan leer je niks. Kijk, moment met Ali, maar ik denk dat ze ook vol op en zijn de beste vechters van de wereld geweest. Begrijp je? Heel veel mensen weten niet dat het eigenlijk schaken is wat jullie aan het doen zijn. Klopt, tuurlijk. Heel veel mensen denken gewoon dat het vechten is. Is het, hoe zag jij het? Want ja, ik zag dat jullie beide aan het lezen waren. Wel aan het proberen waren, maar wel stap voor stap, stap voor stap. Klopt. Weet je, op een gegeven moment zag ik. Even die. En dan beide elkaar een box geven van, hey. Zeker. Je geeft elkaar die dat respect van, hey. Jawel, man. Je moet maar serieus zijn, af en toe moet je lol hebben tijdens je werk, toch? Tuurlijk. Dat is wel het verhaal. Het is niet vechten, het is meer genieten dan vechten. Snap je? Je moet ervan genieten. Voor ons gaan we sporters. Begrijp je? Maar heel veel mensen vinden het gek. Heel veel mensen vinden het zelfs gek dat jullie nu naast elkaar staan. Nee, wat vinden jullie daarvan? Het zou juist gekker zijn als je tegen elkaar gaat vechten en elkaar niet eens een hand kan geven. Dat zou gekker zijn, denk ik. Ik vind dat je gewoon je moed laat zien als je ziet. Als je met iemand probeert vijand te zoeken buiten de ring, dan heb je een zwakke emotie. Dan laat je dingen zien wat jij niet kan. Begrijp je? Dit is gewoon een sport, broer. Misschien kunnen we volgende maand weer tegen elkaar staan. Perfect. Het heeft niks met buiten de ring te maken. Promoters. Luister dan, dit is een money fight, man. dit was echt een goed gevecht. Als jullie willen, kunnen ze nog een keer vechten. Het was echt gewoon hoog niveau. Genoeg lucht, zag ik van beiden. Gewoon genoeg, kon nog genoeg dingen doen. Wat zou je anders doen? Ik ga eerlijk vertellen, ik had het anders verwacht, man. Ik had het anders verwacht. Hij kwam goed mee, hij was ook een beetje slim. Hij wel goed. Mijn fout was het op sommige momenten dat ik stond. Ja. Terwijl ik erin zag bewegen. Maakt het moeilijk te begrijpen. Maar verliefd volg ik mijn hart. Je weet toch. Knokken. En wat je ook ziet, het is schaken, broer. Als ze kijken met wat voor combinatie hij komt, probeer zo goed mogelijk te dekken te houden. Begrijp je? Die kleine foutje die ik kan maken, kunnen fatale fouten. Ja, begrijp je, broer? Dat vind ik wel gek van kickboksen. Je kan gewoon die knieën aan gaan. Begrijp je? En ja, ik besef het niet, broer. Dat is gek, hè? Dat is de gekste man, broer. Jij weet ook, je hebt ook gekregen. Jij weet alles kan gebeuren. Begrijp je? Maar in ieder geval, wij zijn sowieso strijders, broer. We gaan door, houden van ons sport. Wie wil je bedanken? Ik wil mijn trainer bedanken, Galit, Oude Westen. Mijn oude trainer ook, Tekken, die me hebben gesteund. Zeker natuurlijk een tegenstander natuurlijk, want anders ben je geen winnaar of een verliezer. Begrijp je? Zeker weten. Mensen vergeten, ze kunnen winnen, maar als je geen tegenstander hebt, kun je niet winnen, broer. Kun je niet winnen. Je hebt een verliezer nodig natuurlijk toch. Maar niet uit. Deze keer ben jij. In ieder geval, wij genieten, wij zijn nog jong. Dus wij moeten gewoon ervaring opbouwen. Weet je, dat is degene, ik ben nog 22. Ik geef mezelf 4, 5 jaar nog om echt richting de top te gaan, je weet toch. En daaruit moet ik gewoon blijven knallen. Blijven leren. Wie wil jij bedanken? Sowieso mijn trainers ook. Weet je, zij staan voor mij altijd klaar.
Weet je, zij komen met mij mee naar mijn partij en sowieso ook mijn tegenstander, man. Zonder tegenstander geen partij. Simpel. Dat vergeten mensen. Beter, man. Zonder respect, man. Geniet van je overwinning, bro. Petje af, heren. Petje af, man. Love, man. Je weet het. Oké, bro. Jij ook bedankt. Gewoon nog lekker één foto maken dat we klaar zijn. Je weet het toch?